Ik denk niet dat dat zo'n goed idee is. Wat doen we? Een vuistje? Zo, nee, ja, hoezo maar, doen? Michiel, maar, dat moet dat niet uit. Allee, zo doen. Hé, gasten, mocht dat wat terugkomt, dat is gewoon een grapje. Waarom? Hey, rustig, jongen. Wat kan dat, Michiel? Nee, nee, het was een mop van al... Zo niet beginnen, hè? Ja, allee, kom zo. Ik zit in een feestje. Kom maar, goed. Want had jij er niet geweest, had die buur niet misschien nog geweest. Het is, hebben we. Ja, dat mag bewust. Ja, al die vrouwen, hè. Ik word er echt zot van. Hoe dat? Ja, ik snap totaal niet wat die willen, hè. Oh, maar we weten het probleem, dat was gisteren. Maar ja, met Anneleen. Moet ik wat drukken tonen, hoe je die kunt scoren? Let mij op. Hè. De benadering is belangrijk. Hey. Dag Andy. Ça va? Leuk feestje, hè? Ja, ja. Kom, ga je er dikens? Ja, we zijn hier voor een week, hè. Ja, ja. Feest, hè. Ze scoorde vrouwen, hè? Ja, feest! Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Hallo allemaal, ik heb veel te lang in de zon gelegen en nu voel ik mij niet goed. En beneden is er een feestje bezig en kan er nu niet bij zijn. Dat is echt super stom. Amila, waar zit hij? Oei. Nee, hij is aan het zoeken. Kom. Nee. Hey, het is zo tof beneden. Waar zit hij? Kom. Oei, ik strak je bijna tegen. Zijn serieus? Ja, ik voel me niet goed. Meen je dat nu? Maar ja. Waar heb je voor? Ik heb een zonneslag of zo. Maar ik weet niet of dat je serieus bent, hè? Is het echt? Echt. Ja, geef dat dan aan mij. Het is... Ja, maar... Echt, ga niet mee naar beneden. Nee. Ik wil geen tijd verliezen, dat is super tof. Is het feestje al bezig? Ja, dus ik ga dan naar beneden. Ik zal de groetjes doen. Ja. Is goed, verzorg je maar dat hij morgen beter bent. Ja. Ja, sorry hè. Amai, die is serieus. Ja, ik ben aan het vinden. De groetjes aan Camilla. Sorry. Angela. Oh, amai. Ik ben hier eigenlijk al wakker. Iedereen slaapt nog, denk ik. Ik denk dat wat anders is gaan wakker maken. Ik heb hier iets heel plezant klaarstaan om ze te wekken. Het is misschien een beetje irritant, maar wel heel plezant. We gaan stilletjes naar boven. Dat is ons niet hoor. Stil naar boven. Die slapen allemaal nog. We zullen hier binnen. Allee, schat. Dat is een sirene, man. Je moet wakker worden. Je hebt toch gelukkig geslapen, zeker? Nee!
Allee, wat goeie borgen, hè? Slechte borgen, ja. Shhh. De volgende kan in liggen er nog twee shots. Goeie borgen, mama. Ja, dat is de... In dat, ah, rustig, rustig. Dat is... Dat is de wake-up call. Hé, hey, oh, rustig, rustig. Oh, die... Die worden niet kwaad. Goedemorgen! Hallo! Dat is de sirene, dat is de politie sirene. Goedemorgen! Goed geslapen? Ja, oh. Wat heb jij voor, kijk? Jij hebt een snor? Die heeft een snor? Wat, ik heb een snor? Jij hebt een snor? Kijk, die heeft een snor! Gisteren was echt wel zalig. Ja, het is echt super tof. Maar alleen naar het einde toe had ik echt een vreemd gevoel. Hoezo? Ja, er was iets gebeurd tussen mij en Cedric. En ik heb Melk een beetje een soort van. Ik heb Melk wat afgewezen. En we hebben er nog niet over kunnen praten. Dus ja. Dat is wel raar dat er nu een soort spanning in de groep is, hè? Ja, inderdaad. Als je wilt, ga ik Cedric halen en dan kunnen jullie het uitpraten. Oh, dat is misschien wel een goed idee. Oké. Okay. Hallo. Ja, ik wou je even spreken over gisteravond, want we hadden dan zo'n raar momentje. Ja. En we hadden allebei nog niet de tijd gehad om elkaar daarover te spreken. Mm. Ja, het was dus gewoon even om duidelijk te maken dat ik je echt gewoon als een goede vriend zie, maar niet meer. Ja, oké. Okay. Ja, ik was gewoon echt super verdrietig over dat met Leandro en zo. Ja, dat snap ik. Maar ja, gewoon vrienden liefst. Ja, oké. Okay. Dus gewoon vrienden. Ja, want anders gaan de vloglabbers daar ook mopjes over maken. Ja, dat is wel waar. Maar kijk, er zijn nog genoeg visjes in de zee. En het is ook veel leuker als we allemaal gewoon vrienden zijn. Want we hebben ook de award show en ook keiveel andere leuke dingen. Dus weet je, als vrienden is dat 10 keer leuker. Ja, dat is waar. Knuffel? Ja, is goed. Konijntje, ik heb een ontbijtje voor jou mee. Jongens, kom eens kijken, het is van ons konijn. Oh-oh, heeft ons konijn een feesthoedje op? Of had het al onze popcorn op? Jij mag kiezen. Ga naar de VTM Kids app en stem mee.